Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Kijk, dit is het pakket dat toegekomen is vanmorgen. Ik weet dat ik was toch wakker, maar let ik uit die bed gebeld, zullen we maar zeggen. We gaan het eens openmaken. Wow. Altijd een hele mooie doos. Dit is de trui van het outfitje. Wel heel mooi eigenlijk. Prachtig. En dat is de broek. Wat ik heel mooi vind is dat het hier zo roze is. Voor de rest is het gewoon een normale, gewoon een blauwe broek. Ja, ik geef mijn mening, hè, mensen. Maar ik vind het wel mooi. Het past ook goed samen. Dus het setje. Je zult misschien denken dat het wat groot voor Enzo. Ja, dat klopt. Het is nog wat groot voor Enzo. Maar beter een maatje groter dan een maatje te klein. Dus dat het er nog lang in kan. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Dat hij nog heel lang mee kan doen. Ik vind het echt heel mooi. Dus kleurtjes. Is echt al een paar maten groter en Peter kan er ook in. Dus ik vind het wel heel tof. De kleren wat er ook nog in de doos zit, is... ik ga de code wel niet laten zien, mensen, omdat dat een unieke code is. Dus ik ga mijn hand er wel ophouden. Is eigenlijk de code die ik krijg bij de aankoop. En dan kan je dus een meet and greet met de nieuwe K3. Dus dat zat erop eigenlijk. Voel je je ook zo olé in de nieuwe iconische K3 outfit. Dankzij jouw aankoop maak je kans op meet and greet met de nieuwe K3. Of 4 tickets van hun allereerste show. Hoe kan je deelnemen? En dan zat heel de arbeid erbij. En natuurlijk ook de unieke code die ik niet in beeld ga brengen. Want dat is mijn unieke code natuurlijk. Dus, maar ik vind het wel heel mooi eigenlijk. Ik zie Enzo er zo al mee lopen. Hij heeft het nog niet aangehad, dus het is nog een beetje spannend om te zien hoe hij daarin past. Maar ik zie hem echt als een K3-jongen. En zo kan iedereen eigenlijk gewoon een K3'tje zijn. En dat is eigenlijk wat K3 eigenlijk het meest overzicht. Kijk maar naar alle kleuren, het maakt niet uit. Dus, en ook naar prinsesje en prins. Dus ik vind het wel leuk dat ze dat hebben gedaan. Ik ga alles wel mooi opplooien terug in de doos. Zodat hij die dan binnenkort eens een keertje kan aandoen. Sowieso ga ik vanavond langs mijn broer. Dus om dat te laten aandoen. Dus dan kan ik het jullie ook eventjes laten zien. Dus. Zo alles echt dan mooi. Ik ga het op zijn kamer zetten. Dus de foto, want ik ben ondertussen langs geweest bij mijn broer, om dat eventjes te laten zien. En het stond er heel goed mee eigenlijk, het was heel mooi. Het was ook knap, het was echt, wacht, de foto. En, ik vind het wel leuk om het te laten zien. Niet gemakkelijk om zoiets te laten zien als je weet dat het kind niet in beeld mag. Dit is de outfit die hij aan heeft, dus het is echt wel heel mooi. Het past hem ook goed. Dus ik vind het wel heel mooi dat hij dat aan heeft. Dus het is echt geslaagd, het is echt heel mooi. Dus daaraan hebben we gedacht dat kinderen en jongens het ook kunnen dragen. In oktober trouwens komen de volwassen maten, dus dan kan iedereen het ook dragen. Dus kijk er hard naar uit om het zelf ook natuurlijk te dragen, want ik ben natuurlijk ook een grote fan van K3. Dus laat maar komen, zou ik zeggen.